Trainingsvisie. Bert van Hunestein, um, coach uh, van uh, DVS 33 uh, nog steeds en met uh, veel plezier denk ik hè? Ja, de ene keer met wat meer plezier natuurlijk dan de andere keren en uh, zaterdag even met wat minder plezier. Ja, uh, dat uh, kan ik me voorstellen en, uh, en ik ook, want als er dan zo'n afstand uh, tussen zit en je zit op zo'n eiland, oog. en je volgt dan de, via Twitter en je leest toch wel van uh, tussen de regels door de eerste helft, uh, ja, hadden we toch uh, wat beslissingen... Moeten nemen. Ja, je zegt het goed, moeten nemen. En uh, ja, daar waren we in het Paasweekend natuurlijk goed waren voor tien doelpunten. Uh, waren we nu absoluut niet in staat om de trekker goed over te halen. De schoten die we hadden, die gingen naast het doel of waren niet overtuigend. En uh, dat is jammer, want uh, op het doel heb je altijd een kans. Uh, zeker in het begin van de wedstrijd veel kopkans met Bazil. Nou, de, Daar heeft hij alles aan gedaan om te scoren ja En uiteindelijk ook nog Maurice onderkant Lot, een uh, mooi schot. Maar uh, de overtuiging was niet altijd aanwezig en de gretigheid voor het doel uh, was ook niet wat ik graag zie. Maar goed, aan de andere kant uh, heeft Todori ook uh, he, zijn go goal goed schoongehouden. Dus uh, uiteindelijk ga je rusten met een 0-0, maar uh, dat was te weinig. Dat was uh, te weinig. Wat, wat is dan nog dat de ene wedstrijd wel uh, de vol effectiviteit zit, zoals tegen Maghreb, weet je, waarbij ongeveer elke avond uh, aanval een uh, doelpunt uh, werd, en nu niet? Ja, kijk, je kunt het altijd over de omstandigheden hebben. Hobbelveld, stroperug, Maar goed, daar heeft Capelle ook last van. Capelle is natuurlijk wel een betere ploeg dan dat Maakrep is. Uh, staanverdedigend ook beter. Maar uh, voetballen deden we nog niet eens heel slecht tegen Capelle. Dus die overtuiging was er nog wel. Maar we worden dan een beetje onrustig als, uh, als het niet lukt in de afwerking. En, ja, ik weet het niet dat, dat uh, zoals je weet ben ik zelf nooit aanvaller geweest. En uh, ik weet wel van mezelf uh, dat ik altijd heel erg gretig was als ik dan toch in een situatie kwam om te scoren. En ik denk dat dat een beetje nu is, van als je niet helemaal fris in het kopje bent, ja, dan, dan lukt het ook niet. Nou gaat uh, Lars Dekker ook nog beginnen te scoren. Ja, dat is een mooie beloning voor hem uh, binnen zo'n uh, goed gespeelde wedstrijd. Uh, we hebben het er veel met hem over gehad, want die jongen beschikt over een, een mooi uh, vlammend schot. Uh, alleen hij maakt er ook niet altijd gebruik van. Maar hij legt hem liever af op een speler die er vaak dan in zijn ogen wat beter voor staat. Maar hij heeft een ongelooflijk goede trap in de benen. En uh, gelukkig werd hij onder druk gezet. En dan denkt hij niet nou, na, ja, dan zie je dat hij voetbaltechnisch uh, heel veel inhoud heeft en uh, laat hij prachtig in het zijnetje ploffen. Ik zag nog een uh, commentaar van zijn medespeler. Uh, Yassar van uh, Las. Las, jij wordt een hele grote. Ja, nou, kan mag dat zeggen. Die heeft al veel ervaring natuurlijk. En uh, nee, Lars bewijst deze weken natuurlijk dat, uh, dat hij enorme stappen heeft gemaakt. Uh, niet alleen in balbezit. Vooral ook bij balbezit tegenstander uh, laat hij zien dat hij zijn mannetje kan staan. Ja, en als Lars inderdaad nu ook al gaat scoren, dan uh, kunnen we nog heel veel verwachten dit seizoen. Ik vind het ook wel een mooie voor uh, Jan van den Berg, uh, lid van de TC. Want? Uh, die had nog wel uh, wat uh, kritieken op uh, dat soort jongens, uh, Lars uh, Dekker en zo. Hij vroeg zich af, uh, gaat hij ooit uh, wel het niveau halen? Nee, ik denk dat dat meer is dat. Uh, Jan is ook uh, een, een, een man die ook kritisch is op de goede manier. Uh, spelers mogen veel meer van zichzelf vragen en dat ze af en toe doen. Je moet ook buiten je comfortzone durven te gaan als je in de top, in de top wil spelen. En, en Jan is gewoon goed in staat om spelers daarmee te confronteren. Want ja, je hoeft niet alles helemaal netjes in te pakken met woorden. Het is gewoon zoals het is. En als jij in de top wil meedoen, dan moet je, moet je meer brengen dat je soms laat zien. En uh, alleen Lasjes is een slimme jongen. Die gaat met positieve kritiek gaat heel goed om. Hij gaat er ook echt mee aan de slag. En, en ja, daar kunnen heel veel jongens wat van leren. Bert, ik ben heel benieuwd. Misschien met mij ook heel veel supporters. Qua trainingsniveau, of, of, waar, 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 waar zit je nu in, in deze fase van de competitie? Nou, als je kijkt naar het voetbalconditioneel is het vrij lastig. Uh, veel wedstrijden met een vrij uh, smalle groep op dit moment. Dus uh, je kunt niet helemaal zo diep gaan als dat je wil. Maar je zag ook zaterdag dat in de wedstrijd hebben we genoeg uh, conditie en genoeg power tot het einde toe. om uh, gas te blijven geven. Uh, qua voetbal is het lastiger omdat je met die, met die wisselingen. Ja, je formatie wisselt nog alles. en dat de vastigheden er niet meer zijn. Dus je wil graag weer terug naar het spelletje wat je gewend bent om te spelen. maar daar moet je nog meer spelers voor terug hebben. Aanstaande, za aanstaande zaterdag tegen Jong uh, FC Twente, tenminste als het uh, <laughs> volgens Bartjes, hè? want uh, we weten nog maar al te goed uh, hoe dat uh, in die uitwedstrijd uh, verliep. Um, ik neem aan dat uh, Jong FC Twente weer geanalyseerd is en dat dat niet voor niks uh, zal, uh, hopelijk zal zijn. Nee, die spelen nu al weken met, uh, met in dezelfde samenstelling. En, uh, kijk, toen was het een apa apart en bijzondere wedstrijd door de namen die er toen bij liepen. Um, ik verwacht dat ze nu met het team komen waar ze vanavond tegen Dover mee zullen spelen. En, en, en afgelopen zaterdag ook gespeeld hebben. Um, ja, dan moeten wij nu maar laten zien dat als ze met die groep komen, dat wij nu wel in staat zijn om van ze te winnen. Dat zijn we gewoon verplicht. Uh, bepaalde revanchegevoelens zijn er zeer zeker wel, want we voelden ons toen uh, ja, niet heel prettig. Zeg maar. Um, maar daarnaast is het ook zo, wij zijn DVS. Wij moeten in thuiswedstrijden laten zien dat wij publiek kunnen vermaken. Met onze stijl, met onze manier van voetballen. En dat is de hoofdopdracht. Dat is de hoofdopdracht. En uh, verder uh, speelt er nog uh, in het hoofd van de spelers. Ja, ik heb Mike Arens erover gehoord. We bekijken het per uh, wedstrijd. Maar ja, derde periode, dat zit natuurlijk wel in je hoofd. Je wil, je wil ergens voor mee blijven doen. Hè? Ja, het is hier. Uh, Natuurlijk wel duidelijk dat je voor titels moet gaan. En een periode-titel is er zo eentje. En zolang je nog meedraait, we staan volgens mij op de vijfde plek. Volendam heeft nog een redelijk zwaar programma. We komen nog wat clubs tegen die boven ons staan. Dus uh, we doen er volop mee hoor, helemaal geen probleem. Dat moet dan spelen, moet dat ook een uh, mooie motivatie zijn om hier aan het einde van het jaar uh, toch nog met een mooie titel te staan. En weer even een update uh, van de blessures. Ik zou het echt niet weten, Piet. Ik zou het echt niet weten. Ik ga het zo meteen van de staf allemaal meekrijgen. Ja, en als je om tien uur nog een keer hier staat met de camera, kan ik je meer vertellen. Okay. Hey, heel veel uh, succes uh, met de voorbereiding uh, naar die wedstrijd tegen uh, Jong FC Twente, Bert. Dankjewel, Piet.